kijkt. Mijn naam is Wilma en in de vorige KVPS-vlog heb ik al even aangegeven dat we deze vlog even gaan kijken bij Berber van de Veer in de stallen. Nou, vandaag ben ik weer in Exlo. Hiernaast mij staat Berber van de Veer. Berber, kan jij jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Berber. Ik ben 22 jaar en oorspronkelijk woon ik in Tanje. Daar woon ik met mijn ouders en het hele gezin hebben we daar een fokkerij met Friese paarden. Nu woon ik door de week hier in Exlo. En zorg graag voor de hengsten en alles wat er omheen met hen gebeurt. Stalmanager dus? Ja. Hey, wat komt er allemaal kijken bij jouw functie als stalmanager? Want hoe begint jouw dag? Mijn dag begint om 7 uur. Dan begin ik met de eerste ronde voeren. Kool krijgen de hengsten dan. Ondertussen zet ik wat dingen klaar en dan komen de Amazones en help ik hun met opzadelen. Gaan zij rijden. Dan zet ik het volgende groepje voor hun klaar. En dan help ik weer met wisselen. En zo gaan we door totdat alle hengsten eigenlijk getraind zijn. Daarnaast zorg ik dat de stallen netjes ervoor staan, dat de mest uit is. Dat de hengsten die gezweet hebben getoest zijn, echt gewoon weer netjes voor staan. En 's middags, als het mooi weer is, dan gooi ik ze nog lekker even los hier in de paddocks. En dan mogen ze even buiten spelen. Ja, nou, dit ziet er prachtig uit. Ja, nou hebben we vanavond mooi weer eigenlijk. Het zijn hele waardevolle paarden natuurlijk. Dus voor een eigenaar lijkt het me best wel een beetje spannend om je paardje daadwerkelijk achter te laten. Ja, ja. Elk paard heeft zijn eigen spullen in principe mee. Ik denk dat dat voor de eigenaar wel een stukje fijner komt. Dus elk heeft zijn eigen hoofdstel mee. Zijn eigen dekens, een zweetdeken, zomerdeken, winterdeken. Zijn eigen halster, zijn eigen peeskappen. Dus in principe wordt elke hengst gebruikt gewoon zijn eigen spullen. En die zijn voor hem. Dat is wel een prettig idee dat je de hengst aanlevert met zijn eigen dingen. Ja. Hey, en wat maakt het nou voor jou zo leuk om dit... Nou ja, te werken met die Friese hengst is natuurlijk elke dag weer anders. En dat maakt het leuk. En gewoon een steentje bijdragen in het hele traject vind ik heel mooi om te doen. Ja. Bedankt Berber dat je mij op het woord wilde staan. Graag gedaan. Nou, bedankt voor het kijken allemaal weer. En tot de volgende keer.